Soms is het maar één druk op de knop en zijn er duizenden slachtoffers. We hebben het over cybercrime, want waar de traditionele criminaliteit lijkt af te nemen, grijpt cybercrime wild om zich heen. Daarover gaan we praten in deze Zeeuwse Zaken met twee gasten hier bij mij in de studio. Aangeschoven zijn Bas Goldrie, coördinerend projectleider bij het platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland. Welkom, fijn dat je er bent. En naast jou zit Xander Koppelmans, ondernemer en in 2015 slachtoffer geworden van een hack. Klopt. Ja, nou fijn dat jij er ook bent, daar willen we natuurlijk alles over weten. We beginnen deze uitzending met een paar stellingen. Waarop jullie kort mogen reageren en dan daarna gaan we er uitgebreid over verder praten. We beginnen met de eerste stelling. En die eerste stelling luidt, het is niet de vraag of je wordt geconfronteerd met cybercrime, maar wanneer, Bas? Ja, dat klopt. Je gaf het zelf net al aan, traditionele criminaliteit neemt af. Dus dan heb je het over de overvallen, diefstallen en de inbraken. En wat we zien is eigenlijk dat de criminaliteit verschuift naar het digitale vlak. We gaan er straks over doorpraten met je goed vinden. Ik noteer een eens bij jou. Ja, helemaal mee eens. Het gaat gebeuren, het is alleen gaat de vraag wanneer. Ja. Duidelijk. Goed, de tweede stelling is dan, slachtoffer van cybercriminaliteit, ja, het is eigen schuld, dikke bult. Xander, is dat zo? Nee. Je kan het bijna niet voorkomen als je er niet heel erg op acteert. Duidelijk. Sluit het mij bij aan. Ja. Oké, duidelijk. Goed, de derde stelling is, we moeten af van wachtwoorden. Klopt, zeker. Ja. Ja. Oké, nou, ik ben wel benieuwd naar de alternatieven dan, maar daar komen we zo. Cybersecurity is veel te ingewikkeld. Nee, helemaal niet. Nee? Het is een mindset. Oké. Ja, Bas? Ik denk met de tips die wij gaan geven kun je morgen een groot verschil gaan maken. Oké, nou ik ben heel benieuwd. En de laatste stelling is, als ik nu slachtoffer zou worden van cybercriminaliteit, dan is het eerste wat ik doe... Ja. Mijn noodplan pakken. Een noodplan pakken? Ja. Ja? Ja? Zeker, sluit ik maar bij aan. Ja. Oké, helemaal duidelijk. Goed, dit is Zeeuwse Zaken en we praten dus vandaag over cybercrime. Goed, geen wachtwoorden meer en dus een noodplan. Laten we met dat laatste beginnen. Xander, wat is dat dan, zo'n noodplan? Nou, elk bedrijf heeft, als er brand uitbreekt, weet iedereen welke kant hij op moet rennen. De kans dat er brand uitbreekt is heel erg klein. En de kans dat er een cyberaanval komt is heel erg groot. Dus je moet, net als voor brand, moet je een calamiteitenplan hebben voor cybercriminaliteit. Ja. En daar staat gewoon op, wat doe je wel, wat doe je niet en wie bel je? En dat verschilt per bedrijf, maar het kan een heel simpel plan zijn. Maar ik kan me voorstellen, bij jou is dit misschien wel door schade en schande wijs geworden. Absoluut. Dan dus alles wat ik vertel is door schade en schande. Ja, want wij hadden geen plan. Nee, wij hadden geen gebeurde, idee, hè? Dus wij trokken de stekker eruit. En dat was niet de goede oplossing? Dat is niet de goede oplossing. Ja. Oké, want Bas, wat moet je dan wel doen? Nou, Xander gaf te laten, we trekken de stekker eruit. Dat is de meest simpele oplossing, zou je denken. Maar als je dat doet, dan gaat eigenlijk alle bewijs wat je eventueel later aan de politie zou kunnen geven, ook direct verloren. Dus dat is eigenlijk het slechtste wat je kunt doen. Wel de meest logische oplossing, zou je denken, maar absoluut niet verstandig. Nee. En wat doe je dan wel? Je gaat dus mensen bellen? Ja. Politie? Of, Politie is heel verstandig om dat te doen. Mensen geven ook wel aan, ja, waarom zou ik naar de politie gaan? Want het is heel lastig om daar ook een goede dader voor te vinden. Maar het kan me net het ene puzzelstukje zijn, dat verschil maken om daar wel die criminele bende voor te pakken. Ja, ja, want ik kan me wel voorstellen dat je denkt, ja, dat zijn ergens mensen ver weg. Daar komen we toch nooit meer achter, laat maar. Dat is ook zo. Ja. Bij mij kwamen ze uit China. Daar kan je niet heel veel aan doen. Nee, maar je moet je er dus wel tegen wapenen. Ja, maar je moet niet de stroom eruit trekken, wel de internetverbinding verbreken. Als je verzekerd bent, bel je verzekeringsmaatschappij, want dan krijg je een first response team met deskundigen die jou gaan helpen. Mm. Heb je dat niet, bel je IT-partner. Maar je gaat niet zelf zitten modderen, je gaat niet zelf onderhandelen met hackers. Dat ga je allemaal niet doen. Nee. En wachtwoorden moeten we dus niet meer hebben eigenlijk. Waarom niet? Wat is er slecht aan wachtwoorden? Nee, ik word bijna inderdaad allergisch als je het hebt over wachtwoorden. Daar kun je niks aan doen. Maar we moeten eigenlijk over naar wachtzinnen. Want wachtwoorden, dat impliceert dat als een heel kort stukje tekst. Ja. Eén woord. Soms gebruiken mensen nog het naam van een huisje bijvoorbeeld. Welkom 1, 2, 3. Gebeurt ook nog steeds. Komen we helaas nog heel vaak tegen. Maar we moeten daar naar wachtzinnen toe. Want waar het om gaat is dat een computer een bepaalde tijd nodig heeft om jouw wachtwoord te raden. En per teken heeft het een bepaald aantal tijd. En als je vanaf 12 tot 15 tekens gaat werken, dan heeft dat al over honderden jaren gaat over dat hij uiteindelijk jou kan kraken. Dus hoe langer jouw wachtzin eigenlijk is, hoe beter het is. Ja, oké. Xander, wat is je wachtwoord nu? Hoe lang? Nou, wat is het? Wou ik vragen? Dat ga ik je niet vertellen. Oh, toch maar niet. Het is 128 karakters lang.
Maar dat kan je toch nooit onthouden? En dat heb ik voor elke account heb ik een ander wachtwoord. En dat schrijf je dan in een boekje? Nee, dat... ik heb geen idee wat het is. Maar ik heb het via een wachtwoordkluis. Mm-hmm. En die genereert voor mij de wachtwoorden. Nee. Die zijn absoluut veilig. Die zijn niet te hacken. En ik hoef zelf maar één simpel wachtwoord te onthouden. Mm. Is dat veilig inderdaad? Ja, dat doet hij heel goed. En dat maakt het ook gemakkelijker omdat je dan maar één iets hoeft te onthouden. Want we raden ook altijd aan voor elk account. Je hebt tegenwoordig voor je banken, voor je social media allemaal wachtwoorden ook nodig. Maar dat bewaart hij allemaal veilig in die kluis. En dan hoef je daar maar op één manier over na te denken. Ja, dat is er misschien ook aansluitend bij de stelling dat we zeiden, cybersecurity is veel te ingewikkeld. Dit klinkt weer niet per se heel ingewikkeld. Nee, maar als je niet weet wat een goed wachtwoord is, dan heb je wel een probleem. Als je denkt, ja, niemand kent de naam van mijn kat, dat is een goed wachtwoord. Ja, zo werkt het niet. Nee. Het moet echt lang zijn. Ja. Kun je nog eens even vertellen over wat er bij jou gebeurde in 2015? Ja, wij werden gewoon op donderdagochtend 10:30 gehackt. Gewoon overdag. We zagen het gebeuren. En wij hadden een brute force aanval. En dat is een aanvaltechniek, geen ransomware, waarbij ze je wachtwoord proberen te raden. Ze proberen het welkom 123, die is het niet, welkom 123 met een uitroepteken. Nou, dat doen ze miljoenen keren achter elkaar. En vroeg of laat raden ze het wachtwoord. Het duurde 8 uur en toen hadden ze hem. En wat gebeurde er toen? Eenmaal binnen hebben ze al onze data direct vernietigd. Het is een soort brandbom door het raam, maar dan digitaal. Ik zou denken, dan heb je ook geen onderhandelingsmogelijkheid meer. Nee, dat was ook duidelijk niet de bedoeling in onze aanval. Wat dat is vrij ongebruikelijk. Ja, wat wilden ze dan? Ja, je kan je ze niet vragen, want je weet niet wie het gedaan heeft. Dus iemand in China, dat is duidelijk. Maar je moet goed begrijpen, je kan in China een hack bestellen voor 100 euro. Dus als jij een hekel hebt aan je buurman, kan je voor 100 euro een hack bestellen in China. Van, joh, pak hem eens aan. Dat kan. Ja. En het hoeft niet eens over mij te gaan, maar ik werk voor mooie bedrijven, multinationals ook. Mm-hmm. Want wat doe je dan precies? Ik zit in de communicatie, ik heb een communicatiebureau en werk voor internationale bedrijven. En zo'n internationaal bedrijf kan ook het doelwit zijn dat ze zeggen, ja, jij bent ketenpartner van dat bedrijf, jij helpt hun. Als ik jou stilleg, leg ik hun ook stil. Ja. En dat is een groot probleem. Daar heb ik nooit bij stilgestaan. Nee. Die onwetendheid, die is heel kwalijk. Dat is heel schadelijk voor elke ondernemer. Ja. Maar dan denk ik toch, Bas, dat als we dit horen, dan denk je, ja, natuurlijk moeten we allemaal een plan hebben hiervoor. Ja. Toch gebeurt het nog nauwelijks. Ja, dat klopt. Ja, mensen zijn wat dat betreft nog wel wat naïef. Als ik ook terugdenk aan vroeger, misschien herken je het zelf wel, het touwtje uit de brievenbus. Iedereen die naar binnen kon, die wil naar binnen. Mm-hmm. Gelukkig zijn we van die tijd af, we hebben allemaal goede sloten. Ondernemers hebben ook camera's, hekwerk, alles natuurlijk perfect op orde. Maar die digitale deur, die staat nog te vaak op een kier. En dat is echt een mindset die we moeten veranderen. En dat is echt van de afgelopen jaren. Maar dit gaat zo ontzettend snel, gaat ook niet meer weg. Brengt ons veel gemakken, maar de gevaren liggen ook op de loer. Ja, dus dit is echt wel ook nu weer een oproep eigenlijk van jullie aan alle ondernemers van zorg gewoon dat je een plan hebt. Exact. Nou, je moet goed begrijpen dat 50% van de ondernemers, daar weten de hackers het e-mailadres en het wachtwoord al van. En daar is het dus echt wachten tot het fout gaat. Die worden verhandeld op internet. Dus 16 miljard euro handel alleen in Nederland. Ja. Cyberschade. Nou, opletten geblazen. Dat is in ieder geval een duidelijke boodschap van jullie. En zorg dat je een plan hebt voor als het misgaat. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan deze Zeeuwse Zaken. Graag gedaan. Tot zover Zeeuwse Zaken voor deze week. Ik wens u nog een hele fijne avond.